die doen vandaag? Ik achtervolg de film eigenlijk en ik hoop dat hij mij drank heeft. En wat is uw favoriete tint? Tot nu toe natuurlijk de Funky tint. En waarom? Omdat er geweldige greten zijn. Anna, goedenavond. Goedenavond. En ook wel heel goede muziek. Dat is Lennigich even. Ja, Erik. Goedenavond. Goedenavond. Wat komt u hier doen? Wat kom ik hier doen? Ja, feesten natuurlijk. Hè. En in welke tent komen feesten? Dank je, wat dacht je? Wie zit hier mee dat ik het vraag? Nee, maar jij bent wel een fan. Ik weet dat goed genoeg dat ik voor de Funky kom. Hè. En voor welke DJ? Oh, wel, ik dacht, ja, een beetje, jongen. Ik bedoel, maar Smoes en BBB zijn enorm goed bezig. Wat komt u hier doen op Soulshine? Dansen. Wat is uw favoriete tent hier? Jumbies. Goedenavond, baby, sta ik hier. Hoe is uw naam? Oh, hoe is uw naam? Ik ben Mr. Brownie. Mr. Brownie. Raad eens waarom. Raad waarom. Alief? Raad eens waarom. Waarom? Ja, waarom? Waarom ja. Mr. Brownie heet? Nee, ik heb mijn hoogtjes om Ik zie het. Ik zie het. Wat komt u hier doen vanavond? Ik kom aan visje bouwen. Grieten versieren. Dat ook, hè. Ja? Heb je dat alleen versierd? Nee, ik zit hier nog niet. Ik heb hier eerst op de mojito's gestart. Oké, en Sebes, kom eens. Wil het feest beginnen? Oh ja, dat is oké, en welke tent vind je het beste hier vanavond? Ja, ik vermoed een drum en bass uiteraard. Oké. Back for another one with the Black Rockin' Beats. Dat is alles. Nee, en ook een beetje feesten en zo. Een beetje meevieren voor het 6-jarig Funky bestaan. Ja, vooral. Zeker. Ja, echt zo. Happy birthday, Funky. Het was wel grappig, want we zijn begonnen met één persoon in de tent. En we zijn geëindigd met een volle tent, dus job well done, het was leuk. Jee, dat wil wel veel zeggen. Ik denk het wel. En is het jullie eerste keer op Soulshine Festival of hebben jullie al... Het is jullie tweede keer denk ik, hè? Ik denk onze tweede keer. DJ's hebben een rustig leven? Sinds vandaag. Sinds vandaag. Bij mij staat dat niet in mijn woordenboek. Rustig niet, nee. Staat niet. Gewoon doorgaan, doorgaan. Het gaat nog heel laat worden. We hebben sowieso tot het einde, hè? Ja. Blijf jij ook tot het einde vandaag? Het einde is niet meer ver weg, dus dat zal wel, hè? Ja. Maar nog verdere plannen voor je carrière? Ja, ik zit nog altijd op Studio Brussel. Dat gaat heel goed. Met de mannen hier doen wij om de twee maanden een feest in Stereo Sushi. Dat draait ook heel goed. Ik heb feestjes in Hasselt, Breakdown. Dat blijft maar groeien en groeien. En zoals altijd wacht ik gewoon af en zie ik wat er op mij afkomt. Oké, super. Heel veel succes. Dankjewel, jij ook. Dank je. Dries, hoe ziet de toekomst van de Turntable Dubbers er nog verder uit? Op het moment zit ik met Tim in de studio, dus we zijn proberen wat remixjes te maken, eigen nummers en ook remixjes van mashups. Okay. En we hopen dat er in het voorjaar iets van komt. Oké, heel veel succes. Dankjewel. Voilà. Nog een leuke avond en niet te zat, hè? Nee, zeker niet. Het is al te laat, denk ik.
show us an Elise. La 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 la. Come on, Elise. Oh ja. Hoe noemt deze? Pim. Kim. Ja. Hey Kim. Gelukkige verjaardag. Dankjewel. En hoe komt jullie hier zitten en niet binnen voor dat feesten? Is je al lang bezig? Van wat uur ben je er al? Allee, al vroeg. Dus je moet ook vroeg naar huis, of niet? Nee. Haha. Oké. Okay. Wat is uw favoriete DJ? Favoriete tent? De Drum and Bass. Ja, sowieso. Oké. Sylvester, Steamy en Sexy. En wat komen jullie al hier doen vanavond? Wij komen echt voor de Drum and Bass. En voor wie in de tent? Ja, System D, maar die heeft nu gedaan. Ja, Dom en Roland komt ook naar het schijnt. Daar toch wel een autoriteit in het Drum and Bass wezen. Ja, we zijn er al lang niet meer geweest, hè? Inderdaad, en het zal ook eenmalig zijn. Dus, ze hebben feesten. Ja, zeker. Goedenavond op de Sunshine. Wat ben je? Hey, kom je Engelbert Humperdinck zo of wat? Hey, we zijn als een jood niet in mijn camera. Hey, spelen we mee. Hey, de toren schinderen makkers. En wij spelen ook heen. Heb je van tv? Ja. Of van de radio? Van de radio is dat stum zijn als je dat filmt. Ja, meneer. Als je dat van de radio is dat stum zijn, hè? Dat je dat filmt. Man baat wind, hè? Allee, man. Smerig, hoor. Man baat wind? Nee, hond dat wint. Nee, maar als het de radio is, staat dat stum dan, hè? Je moet dat filmen. Hé, paard, is geen meer, dus, echt niet.